Oké, weet je waar ik ben? Dus de hal in Papendal. En ik ben hier bij de badminton selectie bij Selena Peak. En Selena Peak gaat met de Olympische Spelen. In enkelspel? Nee, in dubbelspel. Alleen dubbel, gemixt en met vrouwen. Ja, ik heb het veel gezien hoe groot het is. Ik wil liever met mensen samen. Maar ja, je bent dan wel nummer 8 van de wereld. In ieder geval bij met meneer Arend daar. Nee, dat ben ik met mevrouw Muskens. Oh, en met meneer Arend ben je? Nummer 11. Hij was gekwalificeerd. Ik heb het heel goed met de 8 van de wereld. Ik ben goed geïnformeerd, hè? Het gaat lekker. Hé, maar luister. Voordat je coach boos wordt, hij staat daar. Je moet door met haar. Want, maar jullie zijn nu aan het trainen. Ja, klopt. En wanneer ben jij klaar, ongeveer? Als zij haar schema gaat. Eigenlijk ben ik al klaar met mijn training. Dus eigenlijk help jij je collega's bij de training? Is het altijd zo? Altijd. Wauw. Ja, het is best egoïstisch anders, hè? Ik heb hun net zo hard nodig als zij mij nodig hebben. Dus, Teamsport. Teamsport. En zij heeft de vakantie moeten afzeggen. Mag geen toernooi spelen om mij aan te geven voor de Olympische Spelen. Al deze mensen die hier zijn, staan in dienst van ons. Ja. Om jullie aan te geven met je normaal is het nu vakantie gaat. Hadden ze vakantie gehad of een toernooi mogen spelen. Ze hebben hier allemaal, deze 8 weken, moeten ze hier zijn. Ook de singelaars. Ze mogen geen toernooi spelen. Alleen maar om jullie ten dienste te zijn, omdat jullie naar dit spelen mochten gaan. Mochten ze bij 5 minuten nodig hebben, dan moeten ze er zijn, ja. Wauw. Ja, pittig, hè? Maar is dat niet de verantwoordelijkheid als je ranke schoudertjes? Valt mee. Ik heb 4 jaar geleden ook gedaan voor een andere groep. Dus, het hoort er gewoon bij. Het hoort erbij. En nu investeren zij ook, weet je. Ze investeren ook in hun eigen training, eigen toekomst. Hopelijk staan ze over 4 jaar ook. En tillen we elkaar gewoon naar een hoger level. Dus. No mercy. Precies. Oké, luister. Je hebt me net uitgedaagd. Wat moet ik doen? Jij gaat straks 50 shuttles, ga je hele baan ga je rennen. 50? 50. Heeft zij ook net gedaan. Je ziet het, hoe leuk het is. Even aan de vragen. Nee, het is nu even niet meer leuk. Heb jij net 50 shuttles gedaan? Ja, hele baan. Zou ik normaal. Ik had met z'n tweeën. Dat ga jij dus ook verder doen. Gaat het prima. Zie je? Ik begon deze vlog met... Kijk, zie je deze lach? Hoeveel zin ik er die nu straks al in weg, hè? Die straks weg, zeg jij. Bij jou wel. Bij mij niet, denk ik. Ik ga je nog versteld doen staan. Dat is mijn doelstelling. Ik pak die 50 shuttles. Ik hoef ze niet eens goed te raken, maar ga ze wel een poging wagen. Maar ik ga ze wel allemaal halen. Precies. Dat is mijn doelstelling met Selena Peak. Ik ben voor. Ja. Dit is killing! Oh. Wat vind je ervan? Niet normaal. Laatste stuk was moeizaam. Ik kon niet meer. Mijn benen. Vond ik mij heel.
40. Maar het begin ging super goed. Ja. Ik ben hier praten. Ik ben er. Is niet helemaal. Badminton. Hé. Hey. Op een gegeven moment, je benen zijn zo moe. Dat je niet eens weet wat links en rechts is. Dat je niet weet wat voor en achter is. Dat je hoort, wel come on, maar je denkt, ja come on. Ik ben dood. Kijk, dat denk ik ook. En toch weer doorgaan. Oh, ik kan niet eens lopen. Nee, vol. Maar ik zie wel. Heel lekker. Als je dit goed kan, is het explosief intensief. Ja. Ik ga hem brabbelen. Maar niet uit. Kan niet beter. Ja, dus eerlijk, als je hiermee klaar bent, is het niet lekker. Dus. Toch? Challenge. Dus ik moet hem terugslaan, maar ik moet ook springen met twee benen van de grond. Kijk, ik zit met Selena, Piek, en zijn primeur, maar ik heb nog nooit een interview zo bezweet gedaan als nu. Oh, of ik heb, hè? Ja, sorry, ik zit helemaal plakkerig en vies naast je. Geef niks. Maar luister, maar dit is dus gewoon gebruikelijk kost voor jou. Ja. En dan gewoon, hoeveel sets doe jij dan, wat ik net heb gedaan? Ik heb 1 keer 50 en 1 keer 10 gedaan. Ja. Shuttles. En we doen 18 van die oefeningen en dan 3 keer. Ja. 18 van dat soort oefeningen dan? 18 van dat soort oefeningen. En per oefening 50 shuttles? Niet allemaal. Er zit ook van 25 bij, van 20, van 18. Dus 50 is de pittigste. Maar daarmee sluit je af. Wat is dat? Dat Nederland, dat jij als Nederlandse alle Aziaten voor je kan houden. Of heel veel Aziaten. En dus ook de rest van Europa. Ja, ja, het is een combinatie van talent, denk ik. Hard werken, goede omstandigheden en de juiste partners hebben. Ja, maar ik heb gehoord dat jij heel intelligent bent. Zij leest het spel heel goed. Zij is heel erg tactisch. En ik kom met je hoofd bezig. Ja, dat klopt. Het is zeg maar een van mijn sterkste punten om te kunnen inschatten waar de tegenstander gaat slaan. En dat is het verschil met Aziaten. Die spelen vaak. Die zijn vaak in wat ze doen heel goed, maar een beetje dom in de hersenen. Dus daar hebben wij gewoon als Europeanen wat meer profijt van. Oh, ondertussen worden de shuttles even opgeruimd. Deze 5000 shuttles die hier liggen. Wat ga jij doen aan het spelen? Wat is je ambitie? Mijn ambitie is om zo ver mogelijk te komen. Ja. Dat snap ik. Ja, dat is het beste antwoord wat ik kan geven. Het hangt een beetje van de loting af ook. En die vindt pas over een maandje plaats. Dus dan zou ik een betere inschatting willen maken. Maar op basis van de afgelopen 3 jaar. Ja. Nee, laten we zeggen de afgelopen 4 jaar bij grote toernooien. WK's, EK's. Hoe vaak heb je het podium gehad? Niet heel vaak. Hoe vaak ben je top 6 gespeeld? Een stuk of 6 keer. Top 10. Top 10? Een stuk of 20 keer, misschien. Dus nu is de ambitie van top 6 naar top 4? Zeker, top 3 eigenlijk. Dat is de ambitie. En dan top 3. Ja. Dan moet jij en sterk zijn, en je partner moet sterk zijn, je moet fit zijn. Ja. De Chinezen, Koreanen, Filipijnen, Indonesiërs moeten wat verkeerd eten. Een voedselvergiftiging oplopen. Dat zou niet heel, heel slecht zijn. Want misschien denken ze niet zoveel na, maar ze zijn wel sterk. Ook dat. Maar ja, weet je, het blijft Olympische Spelen. Kijk, een WK en alle andere toernooien zijn veel sterker bezet in badminton. Want dan mag China 4 koppels uitzenden. En nu maar 2. Wat moet er gebeuren? Ik heb het niet over een ponyplaats, maar gewoon dat jij optimaal presteert. Wat dat ook is, het resultaat. Maar dat jij op je best bent en dat je de kans op een goed resultaat het grootst hebt. Wat moet er dan gebeuren? Goed in mijn vel zitten, hard getraind hebben. Dat doen we nu deze weken. Veel zelfvertrouwen. En vooral heel veel zin in hebben, denk ik. Dat is wel heel belangrijk is. Heel veel plezier, genieten vooral. En met z'n allen gaan voor het hoogste haalbare. Selena, Piek. Dat ben ik. Succes. Dankjewel. Goeie naam trouwens, Selena. Dank je. Moet je ouders zeggen, ja, goede naam. Ga ik doen. Ben je vernoemd? Nee, naar een aftiteling in een film. En de quizvraag is, naar welke film is Selena vernoemd? Succes. Ciao. Doei.